Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw verricht in Zelm de start van de berging van de bommenwerper aan de Hummeloze Weg. Die week starten een bergingsbedrijf en een weg- en waterbouwbedrijf met de berging van de Lancaster die in de oorlog in Zelm neerstortte. De verwachting is dat de operatie, die mede gefinancierd wordt door de gemeente Bronkorst, drie tot vier weken in beslag neemt. De kosten voor het verbeteren van de spoorlijn Arnhem Winterswijk mogen geen 53 miljoen maar 40 miljoen euro bedragen. Dat is woensdagmiddag besloten tijdens de Statenvergadering. Om de bereikbaarheid van de Achterhoek te verbeteren... moet er een dubbel spoor aangelegd worden tussen Zevenaar en Didam. Daarnaast willen de Gelderse Staten dat er op alle stations toiletten komen. Ook moeten overwegen worden aangepast... en moet er een fietstunnel gerealiseerd worden bij Zevenaar-Oost. De PVV stemde als enige tegen... en gaf aan dat 53 miljoen wel veel geld is in deze financiële crisis. Het college van BMW van de gemeente Berkeland heeft het plan opgevat om in de zone rond de Berkel ten noorden van Eijbergen een recreatief aantrekkelijk gebied te realiseren. Het gebied rondom het voormalige gemeentekantoor in Eijbergen wordt dan heringericht door sloop van het voormalige kantoorgebouw en het creëren van een groene overgang tussen de Grote Straat en het Park De Maat. Villa Smits blijft in stand en krijgt een centrale plaats in de uitwerking van de plannen. De gemeente nodigt inwoners en ondernemers, vooral die uit Eijbergen uit, om mee te denken over de plannen. De Nationale Dames en Heren komt zaterdag 12 oktober naar zwembad Rozengaarden in Doetinchem. Het zwembad is gerenoveerd en beschikt nu over een wedstrijdbad. Van 5 tot en met 7 uur wordt er een zwemwedstrijd gehouden waar de Nederlandse Zwemtop, de zwemselectie van de nieuwe Doetinchemse Dolfijn, de NDD, en toptalent uit Nederland aan deelnemen.